Welkom bij de allereerste aflevering van de Brabantse Straatkunstprijs 2011. En in deze uitzending gaan we om te beginnen eens goed luisteren naar heel veel mensen in Brabant. Want wat vinden de Brabanders nu van al die kunst in de openbare ruimte? Wat vindt bijvoorbeeld iemand als DJ Lady Ida? En Noel Havens gaat zijn favoriete straatkunst aan me laten zien. En laat jij ook vooral weten wat jij mooie straatkunst vindt. En doe dat op straatkunstprijs.nl of doe het op de speciale layer op je mobiele telefoon. Dit is de Brabantse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in Brabant. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt. En mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte. Maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Brabant trots is. Het werkt heel eenvoudig. Brabanders nomineren hun favoriete kunst op straat. En het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind oktober de Brabantse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op Omroep Brabant, in de kranten en op straatkunstprijs.nl. Brabant 2011. Een provincie vol mensen, verkeer, winkels en parken. En ook een provincie met veel kunst op straat. Maar soms zie je de dingen pas als je de moeite neemt om er echt naar te kijken. Er even bij stil te staan. Oh ja. Ik denk dat het een koe is. Ja, we waren net aan het kijken. Heel bijzonder. Dat je eerst denkt dat mozaïek is en vervolgens lijkt het plattegrond. We vonden het wel iets voor op de vloer op je badkamer. Het is net alsof je die haartjes, of je die aan kan raken. Die komt gewoon bijna van de muur af, zo. En de blik. Het vuur is ook echt vuur. Kunstwerken worden op straat gezet om een plek een eigen identiteit te geven en bijzonder te maken. Als je richting de Beststraat rijdt, staat er ook iets van een kunstwerk. En ik weet van kind af aan staat dat er eigenlijk al. Ja, het heeft gewoon iets met Breda te maken, vind ik. Het hoort gewoon in Breda. Stel nou dat dit alleen maar zwart was, dan was het de fietsentunnel. En dan denk ik, ik wil hier zo snel mogelijk doorheen. Want het is desolaat, het is eng. Ik bedoel, het is donker, er is niks. Alleen maar gras en bomen. En dan in één keer zeg je, hey, kijk. En misschien rem je wel af. Een kunstwerk heeft eigenlijk alleen betekenis als het wordt bekeken. Of beter nog, echt wordt gezien. Als we er iets bij voelen, iets van vinden, een mening over hebben. Ja, ik vind het prachtig. Vooral in deze omgeving. Ik vind ze eigenlijk een beetje nergens op slaan. Er is geen bowlingbaan in de buurt of wat dan ook. Dus ik snap niet waarom die kegels er eigenlijk staan. Kunst vind ik ook heel mooi als het je raakt. Als je denkt van nou, dat zijn hele mooie lijnen en dat het iets met je doet. Het moet wel een emotie raken. Dat wel. Ik vind het grappig. Het is lollig. Het straalt een bepaalde lol uit. Een vrolijkheid. Ik vind het wel een heel mooi beeld, ja. Ja. Met die vogel en symbool van de vlucht en de vrijheid en vlucht van de gedachten, denk ik, ja. Dit is mooi omdat het niet door iemand is bedacht. Het is ontstaan door heel veel mensen die gewoon de moeite hebben genomen om hier iets achter te laten. Een geschenk. Ik vind de draak bij het station toch echt wel heel mooi. De grootte, gewoon het, ja, het ding zelf. Ik denk bij mij, van, ja, het staat daar toch maar even daar mooi te staan. Ja, toch wel trots dat er toch in Den Bosch staat zoiets. Misschien dat we hier wel een keer zo'n gedoogzone krijgen van picknickers. Dan zou dit misschien wel eens uit kunnen monden in de grootste openluchtmuseum waar gepicknickt kan worden. Nou,
Ik bedoel, ja, dit moet gewoon genomineerd worden, dit. Ik vind het hartstikke mooi. Het is eigenlijk een soort binnenkomen in de stad. Met een gevoel van vrijheid. Ja. Nou, wij gaan kijken naar het favoriete straatkunstwerk van Nol Havens. De meeste mensen zullen je kennen natuurlijk van Veo heeft de kunst. Van liedjes als Suzanne, Een kop koffie, Dikkertje Dap. Ja, kinderrepertoire. Ook kinderrepertoire. Je bent natuurlijk ook, je houdt ook heel erg van fotografie. Ja, zwaar. Wat heb je nog meer met kunst? Ja, net als iedereen denk ik gewoon. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Je ziet iets en je vindt het mooi. En je ziet iets en je vindt het niet mooi. Een foto, dat kan je meteen grijpen. Hè? Gewoon van iemand of iets. Of... Maar een kunstwerk, denk ik van ja, het symbool moet je iets mee hebben, denk ik. Van het kunstwerk? Het kunstwerk, ja. Dat denk ik. We staan hier voor jou, wat jij nomineert als jouw favoriete straatkunst. Ja. Waarom dit kunstwerk? Nou, dat vind ik... Ik kom hier vaak langs, want ik woon niet in Tilburg, maar ik kom wel vaak hier binnen, zeg maar. Je bent geboren en getogen in Tilburg? In Tilburg, ja. En ik woon in Hilvarenbeek, maar dan kom ik vaak via die kant kom ik naar binnen. En dit is een tehuis voor gehandicapte kinderen. Ja. Mijn zus die zat ook hier. En de combinatie van het kennen van dit tehuis en dit kunstwerk vond ik gewoon heel mooi. Omdat die kinderen, dat is ook een soort bescherming, zeg maar. Hè? Net als onder de vleugels. Ja, zo heet het, hè? Zo heet het, ja. Maar dat vind ik ook echt Mantel zo. Mantel der liefde heet het. Ja. Echt zo... Nou, dat is ook heel hard nodig, hè, voor dit soort tehuizen. En al die mensen die hier werken, daarom heb ik heel erg respect voor al die mensen die hier werken. Dan moet je mensen heel erg aardig en lief vinden en er alles voor over hebben. En daarom vind ik dit gewoon heel erg bij dit tehuis hoor. Ja. Nou, je kan zo, en het wordt bijna opgetild, hè? Zo, het vliegt bijna weg, hè? Ja. Dat vind ik wel mooi, toch? Ja, zeker in deze tijd. Gewoon het beschermende, zeg maar. Gewoon, hè, mensen een beetje in bescherming nemen voor dingen. En voor jou, want jij kwam hier dan ook vaak als jouw zus hier was. Ja. Hier zat. Ja. Dus heeft het misschien ook een emotionele... Moet je ook aan je zus denken als je dit ziet? Nou, dit is wel verbonden met al die kinderen die hier zitten, die ik dan kende op die afdeling, zeg maar. Maar wel, eigenlijk wel, ja. Ja, dan moet ik altijd wel aan haar denken, ja. Ja. Ja, toch wel. Zullen we even omheen lopen? Ja. Het zijn best groot ook, hè? Het is echt net zo groot, ja. Ik val me alleen nu op dat er nergens iets staat, toch? We zien helemaal wat nergens... Het is. Wat het is of zo. Ik zie ook nergens een bordje. Moet dat eigenlijk bij een kunstwerk? Ik zou het erbij zetten, omdat dan mensen misschien na gaan denken van... Oh ja, verrek, oh ja. Bedoel de kunstenaar dit? Of... Ja, ik zou het erbij zetten. En nu kan het van alles zijn. Maar ik vind juist de uitleg mooi. Zullen we even onder gaan liggen? Kijken wat de beschermende werking is? Nou, in ieder geval werkt het goed tegen de zon. Ja, we kunnen in ieder geval hier... Nee, maar ik denk serieus dat je wel beschermd voelt zo. Ja, eigenlijk wel. Ik vind die dingen ook wel mooi zo, dat het open staat. Ja, dat je er nog doorheen kunt kijken. Ja. Ja. En hoe is het om in de mantel der liefde te zitten? Geweldig. Deze mantel der liefde is door jou genomineerd voor de Brabantse Straatkunstprijs. Mag ik jou vragen om ergens deze sticker op aan te brengen? Ja, ze moeten het wel overal kunnen zien, hè? Waar het goed zichtbaar is. Ja. Dit is dus het favoriete kunstwerk van Nol Havens. Maar jij hebt vast ook een favoriet kunstwerk. En nomineer die dan op straatkunstprijs.nl. En volgende week hebben we weer heel veel andere straatkunst. Ga ik aan een museumdirecteur vragen wat nou echte kunst is. En dan gaat een zwaargewicht in de kunst en cultuur ons meenemen weer naar zijn favoriete kunstwerk. En dat is dan weer in Den Bosch. Tot dan. Tadaa. Top. Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 25 september kun je op BrabantseStraatkunstprijs.nl jouw favoriete kunstwerk nomineren. Kijk dus goed om je heen, ga naar de website of gebruik de gratis Straatkunstprijs Layer om met je smartphone mee te doen.